Dank u wel, Jazz Orchestra van het Concertgebouw. Dank u wel. Welkom bij dit concert van de Jazz Influencers. Onze vier keer per jaar hommage aan nieuw talent, jong talent, nieuwe generatie. Maar we zijn begonnen met een stuk van ook een Jazz Influencer, maar die al jaren in dit orkest zit. En het stuk heette Degage en het is geschreven. En ik moest ook nog van hem zeggen, ik weet niet of jullie dat net hebben gehoord, dat hij het ook heeft gearrangeerd. Peter Beets. En we hadden ook solo's van Martijn van Iterson op gitaar, dames en heren. En Frans van Geest op de bas. Nou, we zijn even warm geworden en we zijn klaar voor onze solist. Het is oud-student geweest van het conservatorium in Rotterdam, Codarts, student van Jarmo Hoogendijk. En hij is ook behoorlijk beïnvloed door Jarmo, dat vinden wij altijd heel erg leuk. Om de stijl van Jarmo ook weer terug te horen in de nieuwe generatie. En door Boody Shaw, uiteraard. Hij is al eigenlijk vrij lang bezig met zijn eigen projecten. Schrijft zijn eigen muziek, leidt zijn eigen bands. En hij heeft speciaal voor vanavond vier nieuwe stukken geschreven. Een groot applaus voor Teus Nobel.
geven. Jasper van Damme. Martijn van Iterson. En de one and only Martijn Vink. Zo. Dat is een feestje. En nu laat mijn gezondheid mij een beetje in de steek. Dit oor zit ook dicht, maar gelukkig is deze open, want dan kan ik horen wat hier allemaal op de mat wordt gelegd. Dames en heren, Jazz Orchestra op het Concertgebouw. Jawel! En als de mensen hier dan boe roepen, dan gaat het volledig langs me heen. Het eerste stuk was facta non verba. Dat betekent natuurlijk, jongens, zonde, dit is toch Amsterdam? Geen woorden, maar daden. Oké, okay, dat is dan weer niet helemaal Amsterdam, maar... je voelt gelijk de hele sfeer hier. Gaat mis. Shit, maar dit hoor zit dicht, hè, dus sorry, maakt niet uit. Het Jazz Orchestra heeft mij gevraagd om 4 composities nieuw te schrijven voor deze avond. En nu schrijf ik niet zo snel, dus dat duurde even. Maar ik heb de gelegenheid aangegrepen om wat stukken te schrijven die ik elk heb geïnspireerd of laten inspireren op een voorval of op een fenomeen met onze 2 kleine kindjes, Bix en Charlie, allebei naar jazzhelden vernoemd. En ook dit volgende stuk. Het grappige is dat als je kinderen hebt, dat je wat voorzichtiger wordt met een avondje doorhalen. Maar het gekke is dat als je dat dan wel een keer doet, alsof ze het dan raar dat je... Ja hoor, hij heeft gezopen, we gaan hem pakken. En dan heb je van die helse nachten. Dat viel dit keer mee. Alleen, ik schreef dit stuk naar aanleiding van de volgende ochtend. U hoort eerst muzikaal dat ik de trap afstrompel. Ons oudste zoontje had een elektronisch drumstel gehad. En daar zat een koptelefoon bij. Ik dacht, dat is helemaal prima. Maar dat vindt hij niks. Hij wil gewoon dat volume aanzetten. En op het moment dat ik dus beneden was, zie ik hem zo naar zijn 2 stokken kijken. Zijn broertje staat naast hem. Hij geeft de andere stok aan zijn andere broertje. En ze beginnen zo... Ting, 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 ting. Nou goed, ik dacht, daar moet ik een liedje over schrijven. Dus dit is Hammer Time.
De twee kinderen die waren vanavond vertolkt door Teus en Ruud Breuls, dames en heren. En de rol van vader, paterfamilias, ook een beetje van deze band, door Simon Rigter. We gaan verder met een standaard, The Blue Room. Dat heb ik ooit gearrangeerd voor een programma rondom Chet Baker. En dat heeft Ruud toen gespeeld. Maar Teus heeft ook een hommage aan Chet Baker opgenomen, een album. En het leek ons leuk dat jij die zou gaan spelen vanavond. The Blue Room. Thank you.
dames en heren, bariton. Moet je hem wel aanzetten natuurlijk. Het is niet alleen Jarmo was mijn docent, al sinds 2001 kwam ik ook terecht bij die hele mooie man die nu net heel toevallig omkijkt en bukt. Wim Both, dat was mijn techniekdocent. Waanzinnige speler. Wij spelen weer twee composities van mijn hand. De eerste POV, Point of View. Kwam door het inzicht dat ik wel mijn kinderen kan commanderen, maar als ik zelf het goede voorbeeld geef, dan krijg ik toch verdomd meer gedaan. En het tweede stuk is No Goodbye. En dat heb ik opgedragen aan mijn vader. Dat schreef ik vlak nadat hij overleed. En ik had een beetje, in zijn laatste jaren, had ik een beetje afstand genomen van hem. Niet in een conflict situatie, we waren gewoon goed samen. Alleen, ik vond het heel moeilijk om te zien dat zijn, zeg maar, die heldenstatus die hij vanaf dat ik een klein jongetje was, die hij altijd had gehad, dat hij een beetje afbrokkelde, omdat hij gewoon lichamelijk en mentaal achteruit ging. Dus ik kwam er gewoon minder vaak en ik belde minder vaak. Maar als ik dan weer eens belde, zei hij, hey! Dan was hij zo blij dat ik weer belde. Dan was het soms alweer 2 weken geleden. En dan wilde hij weten in welke land ik nu weer was geweest, met wie ik had gespeeld en of hij toch echt wel weer een keer kon komen kijken. Maar goed, in zijn laatste jaren kwam hij steeds moeilijker uit zijn woorden. En dan zei hij, dan zei ik tot mijn spijt soms na 2 minuutjes van, geef anders mama even. En als iemand er dan ineens niet meer is, dan kun je natuurlijk wel de haar uit je kop trekken. Want in dit voorbeeld haal ik altijd een quote aan van Quincy Jones. Ik weet niet of je die documentaire op Netflix heeft gezien. Waarin hij zegt over mensen die overlijden van, it is a phone that will never again be answered. Dat is natuurlijk precies wat het is. Dus ik geef bij de Chet Baker tributeconcerten altijd publiek. Steve was een klein beetje huiswerk mee. Dat mocht er nu iemand zijn in je directe omgeving waar je veel omgeeft, maar waarvan je nu ik deze woorden uitspreek, realiseer dat je dat misschien al een tijdje niet hebt uitgesproken, dan wil ik u op uw hart drukken om dat misschien vanavond nog te doen. Omdat voordat je het weet wordt die telefoon niet meer opgenomen. Goed, we willen u natuurlijk niet compleet gedeprimeerd naar huis sturen. We gaan eerst POV spelen. POV. Thank you.
Sjoerd Dijkhuizen op tenor, dames en heren. En Martijn de Laat op trompet. En voordat we verder gaan met No Good Goodbye, vind ik het wel belangrijk om even te vermelden dat we ook op deze avond arrangementen laten spelen door dezelfde generatie als de jazz-influencers. Suzanne Veneman, arrangement.
Teus Nobel. En Bert Boeren op trombone. Dames en heren, we zijn aangekomen bij het laatste stuk van vanavond. En dat ga ik niet doen voordat ik de hele band aan jullie voorstel. Op de saxen, van rechts naar links, Sjoerd Dijkhuizen, Jasper van Damme, Marco Kegel, Simon Rigter en Juan Martinez. En de trombones, van rechts naar links, Martijn van den Berg, Bert Boeren, Jan Oosting en Bart Bergmans. Trompetten, Suzanne Veneman, Martijn de Laat, Wim Both, Erik Veldkamp en Ruud Breuls. Gitaar, Martijn van Iterson. Peter Beets op de piano. Martijn Vink op drums. En Frans van Geest op de bas. En tot slot meteen een groot applaus voor onze gast Teus Nobel. En dames en heren, Ilja Reijngoud. Ilja Reijngoud. En wij sluiten af met een compositie van mij, Child's Play. Nogmaals dank voor jullie aandacht. Als je het nou echt heel erg leuk vindt, dan horen we het zo wel. Het was een kleine leidersweg voor mij. Het is best frustrerend als je ergens 3 weken de pleuris voor studeert. En dan op de dag zelf dat je hele kop vol zit. Maar goed, morgen ben ik waarschijnlijk beter. En dan stuur ik jullie allemaal een filmpje van hoe het had moeten klinken. Dit is Child's Play. Nogmaals dank voor jullie aandacht en graag tot straks. Dankjewel. Thank you.
Maar vooruit, dan spelen we er nog één. Een stuk van Gideon van Gelder en het heet Giant. Oh, jullie kennen, jullie mogen meezingen. Als jullie kent, mag je het meezingen.